Miljuska Witsenhausen, 38, heeft lange tijd getracht een zorgvuldig bewaard familiegeheim veilig te stellen, maar de voortdurende terreur van haar oom Willem Holeder bracht enkele jaren geleden de pijnlijke familieomstandigheden toch aan het licht. Deze onthulling was niet slechts een keuze, maar eerder een bittere noodzaak. Astrid Holeder, de moeder van Miljuska, zag geen andere uitweg dan te getuigen tegen haar criminele broer, die haar leven tot een hel maakte. In haar baanbrekende boek Judas deelde Astrid de redenen waarom het cruciaal was om haar broer achter de tralies te krijgen, waarbij ook de naam van Miljushka naar voren kwam en het familiegeheim openbaar werd. In opvolgende werken als Judas, Dagboek van een Getuige en Familiegeheimen, werd pijnlijk duidelijk welke gevolgen Astrid's getuigenissen tegen haar broer met zich meebrachten. Het grootste offer dat zij bracht, is dat zij tot op de dag van vandaag niet de gewenste rol als moeder en oma kan vervullen. Miljushka deelt met Story. Mijn moeder is een oma op afstand. Desondanks proberen Miljushka en haar familie deze leemte op hun eigen manier in te vullen, wat hen zeer waardevol lijkt. Ondanks de obstakels onderhoudt Miljushka een sterke band met haar moeder, die ze twee keer per dag spreekt, en ook haar kinderen hebben regelmatig contact met haar. Met haar vader Jaap heeft Miljushka geen connectie meer, en hoewel ze hem het beste wenst, erkent ze dat hij haar niet kan bieden wat ze nodig heeft. Wat betreft haar halfbroer, voormalig voetballer Mendel Witzehausen, is de relatie niet intens? Miljushka geeft aan dat ze respect heeft voor zijn prestaties, maar dat ze over het algemeen beter opschiet met vrouwen. Ze is altijd dicht bij haar moeder, tante, nichtje en helaas overleden oma gebleven. Het vormt een unieke dynamiek binnen haar familie, waarbij ieder lid zijn eigen pad bewandelt, maar waar de onderlinge banden desondanks sterk blijven.